Met 1 punt uit 2 wedstrijden is PSV A1 de competitie niet goed begonnen. Maar er zijn verzachtende omstandigheden, want de tegenstanders waren Ajax en Feyenoord. De derde tegenstander is ADO Den Haag, dat hier veel ruimte weggeeft aan Alberto. Sano. Het opzoeken van de achterlijn, de voorzet. En bij de tweede paal de kopbal van Rommens. En dan na 3 minuten leidt PSV A1 met 1-0. De goede voorzet van Moussa Sano. En helemaal vrij bij de tweede paal de kleine Olivier Rommens. Die PSV dus op voorsprong brengt. Leemans. Rommens. En dan heeft Leemans iets heel moois in gedachten. Hij zag dat doelman Van der Wand te ver voor de goal stond. Maar zijn poging mist doel. En dan gaat Van der Wand hier in de fout. In de voeten bij Rai Vloed. En Vloed kan hier profiteren. Tussen een misverstand van Hogeboom en Van der Wand. En na 21 minuten PSV op een 2-0 voorsprong. Van der Wand dus met de paas in de voeten van Rai Vloed. En dan hier het misverstand tussen Yannick Hogeboom en Maarten van der Wand. En het simpel binnentikken van Rai Vloed. 2-0 was ook de ruststand. En hier wat met de voorzet. Helemaal vrij. Rai Vloed. Hij laat die bal mooi van zijn hoofd vallen. Maar hij gaat voorlangs. Vloed, die afgelopen weekend ook zijn debuut maakte voor Jong PSV. Dus gevaarlijk. Sano. Mahmoud. Met veel ruimte en heel veel tijd. De paas op Leemans. Leemans het doorsteken op Vloed. En daar dan wel. De 3-0. Mooie aanval van PSV. En hij dus gepasseerd voor de derde keer. Het slim doortikken door Leemans. En het buitenkantje is wel aan Vloed besteed. Vanaf de aftrap. Wat kan ADO nog? Hier met aanvoerder Van der Meer. Dan het druk zetten van Leemans. Het overnemen van Rommens. En dan wordt Leemans hier neergehaald door Knol. En die heeft al geel gekregen. Maar scheidsrechter Ellison is onverbiddelijk. En stuurt de middenvelder van ADO Den Haag van het veld. ADO dus verder met 10 en de vrije trap van Rai Vloed. En die vliegt schitterend binnen. Zijn derde doelpunt van de dag. Maar tot nu toe wel zijn mooiste. Prachtige vrije trap. Onderkant lat. En Maarten van der Wand kansloos. En PSV dus na 71 minuten op een 4-0 voorsprong. Invaller Verstraeten. En dan Leemans tussen twee man in. Weet hij te koppen. En Van der Wand zit er nog wel met een hand aan. Maar het is 5-0. 8 minuten na de 4-0. Nu dus de vijfde. Het slimme duwtje van Leemans. Daardoor kan hij koppen. En hij zit er nog wel aan. Maar moet dus opnieuw vissen. Sano. Mahmoud. Leemans wil die bal hebben. Hij steekt hem prachtig terug op Mahmoud. En die aanname is net niet goed. Waardoor Van der Wand kan redden. Ook hier in tweede instantie. Dus laat PSV een mooie kans op 6-0 liggen. Ziet ook Jorrit Hendricks. Maar die zesde die zou er wel komen. Sano. Ziet hier Vloed vertrekken. Soet heeft gekeken en maakt het op schitterende wijze af. Zijn vierde van de middag. Rai Vloed. De mooie paas van Sano. Vloed heeft dan al gekeken en maakt het op zeer subtiele wijze af. En zo wint PSV A1 met 6-0, boekt het de eerste zege van het seizoen en was hij uiteraard de gevierde man. En dan is dit de stand. Ajax heeft de volle winst na 2 wedstrijden. Het wordt gevolgd door Heerenveen, Sparta en FC Twente. En PSV vinden we terug op plek 8. Het heeft 4 punten uit 3 wedstrijden.